Goedemorgen YouTube. Het is nu 6 uur in de ochtend. Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Geen idee hoe dat komt. Ik denk gewoon dat ik te warm had of zo, weet je. Maar vandaag gaan we naar Wildlands in Emmen. Wat ga ik meenemen naar Wildlands? Ten eerste de Nikon D80 met een lens van 70 tot 210 voor foto's. Geweldig. En mijn Panasonic GH3. GH3. Ook een geweldige camera voor zowel film als foto. Echt geweldig. De lens die ik erop gebruik is de 35-100 en met een vaste diafragma van 2.8. Dus daar kan ik best wel mooie scherpte diepte shit mee creëren en zo. En niet te vergeten, een zonnebril. Dat er cool uit. Maak de molratten. Ik ga als eerst met familie kijken waar je naartoe gaat, want er zijn drie plekken waar je heen kan en dat duurt een half uur voordat iedereen weet waar ze heen willen. Dus ja. Wat vond je ervan? Om eerlijk te zijn, viel het park me best tegen. Ik had er meer van verwacht. Vooral omdat je verhalen hoort van dat je heel dichtbij de dieren kan zijn en dergelijke. Dan denk je van oké, spannend. Maar er is inderdaad een soort van tochtje daar al dat je best wel dichtbij kan bij de dieren. Zit je in zo'n lange toerachtig ding, weet je, wat je wel eens ziet. En dan ga je langs de dieren. Je kan niet alle dieren van dichtbij zien. Dus het valt best tegen. Voor de rest van de dieren moet je echt gewoon, sta je gewoon op 15 meter afstand. En succes. En er zit een ding tussen. Je kan ze gewoon niet echt zien. Ja, er was een show met een of andere Jimmy of zo, weet ik wel. En dan gaat een ouder, die moet op een gegeven moment naar voren komen. En dan moet hij zich verstoppen. Lekker spannend en zo. Not. Wat ik wel op zich leuk vond was de 4D simulatie. Er was een 4D simulatie waar je in een stoel kon zitten en dan ging je door op IJsland of weet ik wat, Antarctica, ging je dan door zo'n ding en dan voelde je ook echt die stoel alle kanten op gaan en dat soort dingen. Dat was heel leuk. Wat ook wel leuk was de show met de zeehonden.
Dat vond ik echt geweldig. Daar heb ik echt vet plaatjes kunnen schieten. Van dat ze net sprongen en dergelijke. En ze, ja, weet je, dat was best wel een leuke show eromheen. Alleen ben ik wel bang dat de zeehonden dat niet lang meer kunnen. Want ze kregen iedere 5 seconden een visje in hun bek geworpen. Als je dat 4 shows op een dag doet, dan zijn het straks zeehonden met overgewicht. Wat ik ga doen, ik ga een filmpje uploaden met daarin wat tips. Voor welke lens kan je nou het beste meenemen aan dierentuin zoals Wildlands. Want je komt dus gewoon niet dichtbij genoeg. Dus om die filmpjes te zien, maak ik een reeks filmpjes voor elke camera. Dus voor Nikon en Canon. En maak ik een reeks voor de Olympus en Panasonic. Want die hebben een andere lens nodig dan voor Canon en Nikon. Dus als je dat wilt zien, dan plaats ik ze onder in de beschrijving. Of aan de rechterkant, waar het ook is in de toekomst. Want je weet nooit, want YouTube verandert af en toe. De komende dagen ga ik ook van al mijn foto's ga ik even een soort van compilatieachtig iets maken. Iets in elkaar puzzelen en dan deel ik het ook op dit kanaal. Dus die komt hier ook natuurlijk onder. Of aan de zijkant, waar dan ook. Klinkt logisch, maar in pretparken, in parken zoals dit is eten en drinken duur. Dus neem zelf wat mee als je er toch naartoe gaat. Als je daar wel gaat eten, hou er rekening mee dat een pannenkoek 6,50 euro kost. En ze gaan je niet voeren. Dat moet je zelf doen.